favoriete boek van Thomas van Aalt. Ik heb altijd een paar paradepaardjes in mijn binnenzak gereed. Ik ben een enorme fan van J.G. Ballard, Albert Camus en die andere van de grote drie is John Cheever. Ik zeg ook altijd, dat is dan BCC, dat is het enige wat je hoeft te onthouden. En met name van John Cheever zijn de dagboeken heel erg mooi. Oorspronkelijk verscheen het Amerikaans als de Journals of John Cheever. En in het Nederlands vertaald in de privé domeinreeks van de Arbeiderspers, Verscheurde Stilte. En het is zo mooi hoe hij bijvoorbeeld alleen al het klimaat bij de Hudson beschrijft. Maar ook hoe hij de zoveelste mooie jongen of vrouw tegenkomt in Rome, maar die nooit zal kunnen liefhebben. Het is vreselijk melancholisch. De man is aan de drank, worstelt met zijn seksualiteit. Maar ja, ik vind het een kroon op de literatuur. Dus ik zou het iedereen willen aanraden. Verscheurde Stilte van John Cheever.